Goedendag en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Rondom Sport. Met in deze aflevering handboogschieters Jan en René van Erp en Jurgen van der Rakt en Ton Delissen van Bullshift. Ja, Jan, 60 jaar lid al van de handboogvereniging Instituut Oelenrode. Spanning, ja. Ja, gaat het niet te veel in al die tijd? Oh, niks. Nog steeds even enthousiast als toen je begon. Nee, het enthousiasme is wel iets misminder geworden, omdat het slechter gaat. Dus, nou redden. Kijk eens aan. En Bullshift, het helpt mensen met verslaving en beweging. Precies. Wat moet je nou vooral niet doen als je die doelgroep juist gaat helpen? Te veel hulp willen bieden, maar vooral kijken naar het proces van de persoon. De persoon die verslaafd is, zegt in principe nee op een antwoord. Dus zij zal zelf mogen leren de hulpvraag stellen. En dat doen wij door middel van beweging. Bullshift, hoe is dat ooit begonnen? Ik ben zelf 12 jaar, 4 maanden, 22 dagen geleden clean geworden. Ik was zelf verslaafd. Ik ben sportinstructeur van huis uit. Uit de kliniek ben ik mezelf gaan trainen, want ik zwaar was en ik ben gaan trainen. En in die training kwam ik mezelf tegen. Dus ik denk, hey, dat is wat ik gemist heb in alle gesprekken. Alle dingen die ik heb geleerd in de kliniek, absoluut goed. Maar in beweging kwam ik ook zelf in beweging. Meer in mijn hoofd, meer in mijn lijf. Dus ik leerde daar al iets. Toen ben ik iemand gaan trainen die een eetprobleem had. Die wilde afvallen. En toen ben ik eerst gezit op het afvallen. En daarna ben ik op het proces gezit. En toen denk ik, dit zou wel eens voor meer kunnen werken. Ja, en even één stap terug. Ervaringsdeskundige, hoe ging dat bij jou? Je zegt zelf, ik ben al meer dan 10 jaar clean. Hoe was dat voor die tijd? Doorhebben dat ik meer gebruikte als gemiddeld. Dat was er wel. Alleen ik had ondertussen ook een vriendengroep en een kennissengroep die hetzelfde deden, verzameld. Want dat doet de verslaafde ook en is het weer normaal. Mijn bodem is doordat ik mijn leugens waren gewoon op naar alle mensen om me heen. Ja, maar zat het dan in? Zat het dan in dan overmatig drankprobleem? Voor mij aan drugs denken? Voor mij was het drank. Elke dag. En dat werd steeds meer ook tijdens werk. Voorwerk, nawerk, liegen, bedriegen, noem maar op. Geen werk meer hebben en dus maar drinken. Om alle problemen weg te drinken en ze niet aan te gaan. Ja, en dan kom je eruit uit die kliniek. Hè? Dan moet je de wijde wereld weer in, als je het zo kunt noemen. En op welk moment besluit je van, wil ik iets mee doen, hier wil ik anderen mee helpen? Ik volg zelf een 12-stappenprogramma. En de 12e stap is draag uit wat je geleerd hebt. Op de manier dat ik clean ben geworden. Dat deed ik al. Toen ben ik training voor mezelf gaan doen. Ben training gaan geven. En ik merk dat eigenlijk veel meer mensen vastlopen. Dus wij begeleiden niet alleen verslaafden. Ik zeg zelf wel dat de grootste verslaving pieker is. Dus in je hoofd zitten en niet tot een oplossing komen. Nou, dat is gebruik ook. Ik gebruik iets, maar kom eigenlijk niet tot de oplossing. Want ik stel de oplossing uit. Nou, dus wij begeleiden ook wel mensen met depressie en met burn-outs. Maar omdat Bullshift gekoppeld is ook aan mij en verslaving, zul je meer verslaafden bij ons zien. Jurgen, hoe ben jij uiteindelijk bij Ton terechtgekomen? 4 jaar geleden ben ik bij Ton terechtgekomen bij Bullshift. Ik zat al op een camping, was al heel veel verloren. En ik kon geen huis aankomen, dus ik zat in een sletje in Zeeland op de IJsstip. Toen ben ik, toen was eigenlijk al mijn geld op, dus ik wilde heel snel werk gaan zoeken. En dat had ik eigenlijk gevonden. En mijn baas die was bekend met Bullshift. En zo ben ik daar terechtgekomen, 4 jaar geleden. Ja, en even voor de beeldvorm, was dat lag het probleem ook bij drank? Bij mij lag het bij drugs, cocaïne gebruik vooral. Wat doet sport dan op dat moment met jou? Want je gaat dan er samen aan werken. Bij Ton kon ik gaan sporten. Bij Bullshift kon ik dus gaan sporten. En dat is iets wat ik super graag doe. En toen ben ik op woensdag naar Bullshift gerend.
Maar ik werd eigenlijk gewoon super vet ontvangen. Gewoon heel mooi, met een warm onthaal. Hij zegt, hij knuffelt mij. En hij zegt, welkom terug. En ja, dat was eigenlijk het allermooiste moment wat ik op dat moment nodig had. Dat was gewoon een knuffel en iemand die mij niet veroordeelde. Gehoord en gezien. Je voelt je toch van, goh, er kan echt iets aan gedaan worden, twee klinieken. En inmiddels gaat het veel verder dan dat. Hè? Want, ja, zeker. Ja. Je vraagt ook van, wat dat bewegen. Kijk, Jurgen is een hardloper, voetballer. Ik heb niks met voetbal, ik ben basketballer. Dus daar heb ik al een dingetje om uit te dagen. En dan krijg ik de gesprekken. Is dat over het algemeen zo met mensen? Dat je het zoekt, waar kun je mensen prikkelen? Ik moet, ja, dat doen wij. En de prikkelen, dat gaat op hele kleine stukjes. Waarom iemand te laat is, te vroeg is. Of waarom ben je altijd op tijd? Want een verslaafde die eigenlijk in de stijl gaat, die wil alles goed doen. Nou, dat gaat niet. Maar dat wil hij. Of ze hebben nog heel veel excuses. En als we daar, dat komt er met bewegen uit. Omdat we eigenlijk bijna altijd een soort van kleine versie zoeken waar je last hebt. Dus als je niet van tafeltennis houdt, gaan we tafeltennissen. Ja, dat is eigenlijk doen waar je niet van houdt. Ja. Nu is het laatst bekend geworden, hè? Jullie zijn het goede doel van de Kollenloop. Precies. Dus begin november weer plaatsvindt in Veghel. Ja. En ja, hoe is dat tot stand gekomen en hoe daag je daar met z'n dan weer uit? Jurgen is van hardlopen. Ik heb een Marieke werken bij mij, die is ook van het hardlopen. Dus we hebben ook hardloopclubjes die al lopen en dergelijke. En we beginnen echt met 5 kilometer. Dat is op zich al best veel voor een beginner. Alleen mag je een uur, anderhalf uur over doen. Daar zijn we mee begonnen. En we zijn in september vorig jaar zijn we op de Rembrandtlaan hier in mijn Rijstad gekomen, in Veghel. Als locatie. Toen kreeg ik door dat de Kollenloop er was. Nou, we zijn met een persoon of 30 zijn wij gaan lopen. Ik had shirtjes via een sportmerk uit Volkel kregen wij als cadeau voor als sponsoring. En we liepen daar en we zijn met een touw over de finish gekomen. Als in verbondenheid, om te proberen. We proberen een soort van community te zijn, elkaar te helpen. En iedereen die dus niet dat stuk kon lopen, gingen we mee wandelen en hebben de stukken allemaal gelopen. En we zijn binnengekomen. Dat was dus vorig jaar. En dan nu ben je dit jaar het goede doel. Ja. In hoeverre is dat een hele verandering voor jullie? Kun je dan uitleggen van wat dat wellicht die opbrengt wat jullie gaan doen? Nou, voor ons is de opbrengst belangrijk, omdat wij worden ook gesubsidieerd door Meijer Rijstad. Ook Maashorst, Meijer Rijstad. En dat hangt af van de hoeveelheden mensen wij begeleiden. Dat sturen we altijd achteraf. Dus we zitten in een soort van, zeg ik altijd, een tekort te werken. Dat is niet helemaal waar. We hebben het gewoon oké. Maar we zijn graag altijd voor die nulkomer. Dus iemand die binnenloopt, willen wij er zijn. De eerste 4-5 weken zijn we zijn altijd intensief bezig als iemand 1-op-1 coaching nodig heeft. Dat gaat zo lang door totdat het niet meer nodig is. Maar dan ga je soort van in de community op. En dan doe je lekker mee. En dan als je coaching nodig hebt, kun je dat vragen. Maar we willen die ruimte creëren dat we 7 dagen in de week open kunnen zijn. Dat ja, we en daar, zijn. Ja, eigenlijk daar een verschil je dus van een kliniek. Die Kollenloop komt eraan. Voor wat voor tijd ga je, Jurgen? Tijd is niet zo belangrijk, want ik ga daar gewoon met de groep meelopen. Want het gaat niet om mij. Het gaat om de mensen die meelopen. Ja, en dus geeft dat voor jou het beste gevoel? Ja, dat geeft wel een mooi gevoel, ja. Want ik op zaterdagochtend ga altijd met een hele club lopen. En als die mensen dan meelopen en die lopen voor de allereerste keer 5 kilometer, doel bereikt. Kijk eens aan. Ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Om een beetje af te ronden, nog één vraag. Hè. Dan zit er die Kollenloop op. Dan hopelijk iedereen over de finish. Een mooie check. Wat is dan het uiteindelijke doel? Waar wil je naartoe werken? Nou, we willen zelf vaker deze dingen gaan doen. En meer loopjes doen, meer community creëren. Dus er is ook een stichting die ons bedrijf ondersteunt. Het is, ik weet niet of ik het mag noemen, maar dat is boostbullshift.nl. Het is een stichting door ondernemers opgestart. En die ondersteunen ons om zeg maar meer te kunnen. Het liefste zou ik op de A ook willen suppen van de zomer. En dat we ook laten zien dat een verslaafde
niet die persoon is die onder de brug ligt. Maar dat het misschien wel je buurvrouw, buurman of zelfs je kinderen kunnen zijn. Er gebeurt veel. Ah. En wij willen er dus zijn en altijd die hulp bieden. En het stigma van ze zijn gevaarlijk en eng. Want daar zijn wij twee niet zo heel erg. Ja, dan iets heel anders, want Joosje Burg, hockeyster uit Velkel, heeft deze zomer ook een hele mooie prestatie geleverd. Zij won met het dameshockeyteam goud op de Olympische Spelen. En dit weekend werd zij gehuldigd bij haar oude hockeyvereniging in Veghel. De Veghelse Joosje Burg hockeyde tot haar 12 jaar in de jeugd van Giel Zwart, stapte over naar HC Den Bosch en werd een vaste kracht in het nationale dameshockeyteam. Daarmee won zij tijdens de Olympische Spelen in Parijs een gouden medaille. Afgelopen zaterdag werden alle jeugdwedstrijden bij Geel Zwart verplaatst om hun oud-jeugdlid hiervoor te huldigen. En het werd een waar feestje voor haar. Het is wel heel grappig om te zien dat ze zoveel leuke dingen hebben georganiseerd. Dansjes, trucjes, oefeningen. Ze hadden elke oefening een speciale naam gegeven. De Joosje Burgbrug of de Joosje Tip. Weet je wel. Dus dat is heel leuk dat ze er zo over na hebben gedacht. Ben je zo, hoe lang geleden ook begonnen hier bij Geel Zwart? Ja, ik was 6 toen ik begon. Mijn zus zat op hockey en toen wilde ik dat natuurlijk ook, want zus is je grote voorbeeld. En vanaf mijn 12e ben ik naar Den Bosch gegaan. Dus ik heb hier wel zeker een tijdje gehockeyd. En wat is het voor een club? Ja, een hele mooie, leuke, fijne club. Dat ze dit ook organiseren zegt denk ik ook heel veel over Geel Zwart. Ook ambitieus. Ik had net ook even Johan gesproken en zei ook van ja, we willen wel gewoon echt de club behouden en steeds meer leden werven. Dus dat is heel leuk om te horen dat ze daar heel goed mee bezig zijn. En bijvoorbeeld de jonge C1 die in topklasse speelt, zijn allemaal hele leuke dingen. Dus ze doen het heel goed. Ja. Op alle velden lieten de jonge hockeyers aan Joosje zien welke technieken ze leerden en wat zij allemaal in hun mars hadden. En natuurlijk was er voor elk team een fotomoment. Ook burgemeester Kees van Rooyen en wethouder Johan van Gerwe waren naar Geel Zwart gekomen om de gouden hockeyster te feliciteren. Iedereen wil nu graag, en zeker hier bij Geel Zwart, een Joosje Burg zijn. Dus en dat stimuleert en dat zet de jongste kinderen hier weer aan tot grote prestaties. Wij hebben een speciale medaille laten maken, want we hadden die wel voor Nederlands kampioenen, voor Europees kampioenen, maar nog niet voor Olympisch kampioenen. En dus jij bent de eerste die medaille uitgereikt krijgt. En weet dat wij ook hier in Meijerijstad, waar jij de eerste jaren hebt doorgebracht, heel trots op jou zijn. Dus alsjeblieft. Joosje had voor de jeugd ook enkele cadeautjes meegebracht om te verloten. Waaronder één van haar hockeysticks, waarmee ze tijdens een Europees kampioenschap had gespeeld. Lize was de gelukkige. Nou, gewoon door te loten. Je kwam gewoon uit de pot? Ja. Laat hem eens zien. En daar staat ook nog een handtekening op. Dan kun je proberen om net zo goed te worden als Joosje. Of wil je dat niet? Wel. Hoe lang speel je al hockey? 2 jaar. En gaat het goed? Ja. Heb je vandaag ook gespeeld? Nee, ik moet straks nog. Tegen wie moeten jullie? Rosmalen. En dan ga je met deze stick ook van Joosje ga je spelen? Ja, ik ga het een keer proberen. En na het zetten van honderden handtekeningen in Veghel zitten de plichtplegingen erop. Er is volgens Joosje heel wat gebeurd. Ja, zeker. Ja, hele drukke, hectische maanden, weken. Natuurlijk ook met mijn neus die gebroken was. En daarna op vakantie geweest. En dan overal huldigingen naar de koning. Noem maar op. Echt hele mooie, bijzondere dingen meegemaakt. Dingen die ik nooit meer ga vergeten. En dit soort dingen zijn natuurlijk ook superleuk dat er georganiseerd wordt. Dus heel veel huldigingen, maar ik denk dat ik nu wel even klaar ben. De gouden medaille. Hij siert je, die gaat weer in de kast. Die gaat mooi het doosje weer in en terug de kast in. En daar ben ik heel zuinig op, ja. Ja, een bijzondere prestatie dus. Goud op de spelen. Ja, bij de handboogschieten ging het iets minder, Jan. Het zakte maar terug, ja. Ja, wat waren jouw verwachtingen? Want, ja. Ja, maar wachten doe je dat niet, maar ja, het komt. Je kunt het gewoon niet meer aan. Tenminste, zo doen we net als vroeger. Dus de kracht hebben we gewoon verliezen. En hier in het potje, daar moet je ook nadenken. En dat wordt ook minder. Ja, dat is natuurlijk het mentale. Ja, wat heel belangrijk is. Het is wel een van de weinige momenten dat handboogschieten op
televisie is, René. Ja. In hoeverre is dat jammer voor jullie? Ja, voor ons is het heel erg jammer. Hè? Want het is onze sport, het is onze passie. En ja, die mogelijkheden dat die op televisie zijn, en vooral eigenlijk ja, voor een groot deel op internet, is het wel te volgen. Maar ja, hoe meer dat op televisie komt, hoe meer dat in de praktijk komt, hoe meer aandacht zou kunnen betekenen dat er ook meer leden denken van, of meer mensen denken van, dat wil ik ook eens een keer proberen. En laat me dat dus. Merk je dat wel bij de vereniging na zo'n Olympische Spelen, dat er wellicht één of twee jongens of meisjes zich toch bij de vereniging melden? Ja, dan na zo'n evenement, het Olympische Spelen, het WK in Den Bosch 2019, was een heel groot ledental die erbij kwam. Hè, want ja, dan is het heel kort bij in Den Bosch en dan heel veel mensen zijn wezen kijken. Ja, dan vinden ze het leuk en dan lijkt me wat en dan willen ze het proberen. En dan blijven er soms van hangen en soms ook niet. Ja. Ooit geprobeerd bij jullie een handboog schieten? Of, Ja, met een soort van personeelsfeest. Maar dat is niet wat ik hier zie. Nee. En dat komt dus bij ons ook ooit. Ja. Als je gewoon in het groep komen we een feestje in doen en dan mee bij schieten. Precies. En dan worden ze trainers erbij gezet om ze te begeleiden hoe dat je moet schieten. Ja. En dan staan ze op 10 meter, want als kijk, dat is kort, hè. En dan moeten ze bereid om op het papier te schieten en het geel te schieten als ze kunnen. En dan uitleggen hoe ze moeten gaan staan. Ja, en dan zit er ja, soms verborgen talent, komt dan al eens naar boven. Ja, dat zit er wel bij. Er zit er bij ons leden bij, die vroeger tijdens een keer kwamen. En stond ik te trainen, ik zeg, je bent een geboorteschutter. Maar je staat nu het schieten. Ja, hoe zag je dat bij jouzelf 60 jaar terug? Want 60 jaar lid van de vereniging. Toen werd ik toen lid geworden, ja. Maar ik heb ook 5 jaar van tevoren gescoten bij een andere vereniging. Op mijn 7-jarige leeftijd. Dan ben ik begonnen. Ja, en waarom heb je destijds gekozen voor het handboogschieten in plaats van... Ja, dat is gewoon dat trucklijn. Maar dan hadden we ze een Turkse dijk vroeger, daar zat niks op. Gewoon, daar scoten wij toen mee. Maar ze hadden elke avond op die doel. Ja. Altijd dat schieten, overal. En dan die scherpen stonden. Oh, sorry. Dat er zo'n scherpen stonden, dat is voor die baan. Maar dan staat ooit een spleetje door dat je de andere plaats zag. En dan proberen we door het spleetje op die andere baan te schieten, hè. En dan raakte we ooit wel eens het scherm, maar dan kwam je tegen je naam en dan was het pijltje weg. Ja, René of zo, als je dit hoort, je vader is 87, nog steeds die enthousiasme. Is dat ook waarom jij begonnen bent? Dat was toen ik nog jong was, 12 jaar. Toen was er een demo-wedstrijd bij ons op de lagere school in Boskant. En er waren een paar clubs uit de regio, die waren daar aan het demonstratie schieten. En toen hadden ze aan de zijkant van de clubgebouw van de school hadden ze ook een doelpak neergezet voor de jeugd. Zodat ze daar ook een keer konden proberen. Ja, dat was toen één keer geprobeerd en ik iedere keer aansluiten totdat het ongeveer 9 uur was. En dan zeiden van, goh, van Herp, ga je ook maar eens naar huis. Ja, en dan zit je op een gegeven moment aan die 60 jaar voorbij. Wat blijf je dan op meest bij? Wat zijn momenten, denk ik van, goh, die vergeet ik niet zomaar. Ja, het mooiste moment, ja, dat is als je koning wordt. Dat was zo 3 maanden bij die vereniging daar in Nijzelen, waar ik met mijn 7-jarige leeftijd. En dat was zo. Ik werkte bij mijn oom op een klompenfabriek in Best. En zei ik, kom mijn man, dan kom ik niet. Hij zei, wat dan? Ik zeg, ik ben uitgenodigd om mijn handboog voor de koning te schieten in Nijzelen. Hij zei, denk je dat je dat wordt? Ik zei, weet je? Ik zei, ik ben uitgenodigd om deel te nemen. Hij zei, ik zal het goed met jou maken. Als je het wordt, zit je, dan betaal ik jou dubbel. Zit je. En als je die wordt, krijg je niks. Ik zei, ik moest het thuis afgeven, dus dat maakt mij niks uit. Maar ik dan ging terug, zeg, kom maar, zeg eens. Maar ik ga hem. Ja, inmiddels 60 jaar, volgens mij het langste lid bij jullie vereniging in Sint-Oedenrode. Ja. Kun je uitleggen hoe toegankelijk het handboogschieten is? Het is op zich heel toegankelijk. Hè? Dus jeugd van vanaf een jaar of 10, die zijn in principe welkom. We hebben jeugdtrainers, jeugd wordt opgevangen, die worden begeleid. Die worden onder de boog gezet, die worden bij wedstrijden begeleid. Die kunnen gewoon doorgroeien tot senioren. En tot de leeftijd van de spa. Dus, dat is helemaal veranderd buiten vroeger. Hè? Oh, jongen, moest je het zelf maar leren.
En dan zit bij jullie vereniging ook Chef van den Berg. Die heeft op de Olympische Spelen vierde plaats destijds behaald. Ja. In hoeverre is dan die stap naar de profs? Kun je dat uitleggen, René? Die stap is best groot. Kijk, talent. Vroeger, toen mijn pa en ik zelf, wij begonnen met schieten. En we hadden een trainer. En als jij enigszins op 25 meter die plaat kon raken, dan was het veel succes. En je moest het zelf doen. Nu is er een Papendal, hè, dus de jeugd die wordt daar, die zijn intern. Chef, je was altijd Papendal. Die zijn intern, hè, die wonen daar, trainen daar. Die krijgen fysieke training, mentale training. Dus die worden gewoon echt van A tot Z begeleid. Voor die grote wedstrijden. En dat is goed dat er daar is. Maar ja, vroeger was er een stuk minder. We hebben net gehad natuurlijk over verslaving en sport. In hoeverre is dat mentale aspect bij handboogschieten belangrijk, René? Behoorlijk. Dus de balans, de focus weten te houden. En dan eigenlijk proberen af te zonderen van alles wat er omheen gebeurt. En dat je echt in dat schot zit. Ja, en dat daar het beste uitkomt wat je op dat moment nodig hebt voor dat schot. Ja, je moet je denk ik wel heel erg focussen dan op dat moment. Ja. Ken je dat, Jurgen? Dat je echt op zover met sport je kan focussen. Dat je de rest eigenlijk qua alles wat je nog meer in je hoofd hebt kan afschermen? Als ik lange afstanden ga rennen, dan kom ik op een gegeven moment in een bepaalde tred. En dan vergeet ik eigenlijk wel heel veel dingen. Ja, dan kom ik wel in een bepaalde focus. En dat is wel best een fijn moment. Het voordeel denk ik met rennen, op het moment dat je gaat rennen, ben jij 5 kilometer, begrijp ik, continu aan het rennen. Dus je zit in die tred. Boogschieten, je schiet 3 of 6 pijlen. En dan is het wachten. Want die pijlen moeten gehaald worden, die moeten geschreven worden. En dan moet je eigenlijk weer opnieuw. Dus je moet iedere keer, je moet eigenlijk proberen in die focus te blijven. En dat valt niet altijd mee. Nee, dat geloof ik wel. Die pijl gaat ook echt vlak langs je gezicht. In hoeverre is dat dan blessuregevoelig uit handboogschieten? Grotendeels, als er blessures zijn, is het schouders, nek, verkeerde spanningen, verkeerde techniek, vooral verkeerde techniek. Ja. Schieten doe je eigenlijk niet op kracht, maar op techniek. Hè? Dus je rugspieren gebruiken in plaats van, als je echt die volle spanning op je arm krijgt, ja, op een gegeven moment houd je dat niet vol. Als je heel veel pijlen moet schieten en de techniek is dus eigenlijk echt in je rugspieren, dus met je rug draaien, dan is het allemaal veel makkelijker en ook veel langer te behappen. Ja, en nu staan er 2 bogen achter jullie die jullie gebruiken. Zijn dat ook de 2 disciplines die jullie bij de vereniging hebben? Nee, er zijn er nog meer. We hebben ook in principe houtschutters, dus die schieten met een longbow of een flatbow, maar die hebben dan gewoon een houten boog. Zonder vizier, houten pijlen. Dus die moet puur op instinctief of puur op gevoel richten. Ja goed, en de recurve en de compound, dat zijn meer de recurve is een Olympische boog. De compound is nog niet Olympisch, maar ik hoop dat daar ook nog een keer komt. Dus het zijn hele gevaarlijke waar je mee schiet. Ja, ik wil bijna zeggen pak ze erbij, maar het is vrij lastig, hè? Kijk maar op deze. Dat is de compound. Die is korter. Tot 60 pond. Dus dat is zeg maar 30 kilo, 3 emmers water in je hand, in één hand. En waar zou je dan die bel tussen klemmen? Even voor mij. Die klopt hier tussen. Okay. Maar omdat het zoveel kracht achter zit, die kun je niet meer met je vingers schieten. Nee. Dat gebeurt nog wel. Maar dan dat is ook weer een discipline. Maar met zoveel gewicht en zoveel kracht schiet je met een release. Dus dat is eigenlijk een haak. En op het moment dat je uittrekt en door het trekkende beweging te maken, komt hij in een bepaalde hoek. Dus dat hij niet tegen die drukker aanraakt. En dan gaat hij open en dan vertrekt hij gewoon. Hoe hard gaat dat, René? Even. Ja, ik zeg al, het compound is tussen 200-250 km per uur. 250-300, afhankelijk van welke pijl. Hè. Een dunne pijl gaat veel harder dan een dikke. En de recurve, om de bij de 200. En de recurve is dan de Olympische boog. En die trek je dan wel met je vingers. Hè? Dus echt met een tap. Dus daar heb je de pees hier. En die trek je echt
hoe verder dat je trekt, hoe meer, ook meer onderhoudje dat je op je vingers krijgt. Ja. Bij de pitbouw dus, hoe verder dat je trekt, op een gegeven moment, die cams die kantelen. En dan heb je een bepaalde let-off, dus dan gaat 65% of 75% van het trekgewicht gaat eraf. Dus dan hou je nog 18 pond over. Moet je je daar echt heel erg voor inspannen om dat naar achter te trekken en dan weer los te laten? Ja, nee. Dus als je de techniek goed beheerst, dan is het minder heftig als dat je hem puur op kracht en op of spierspanning gaat trekken. Dus als je de techniek beheerst, dan is het een stuk makkelijker. Maar het valt niet altijd mee. En dan vooral om elke keer hetzelfde te doen, valt niet mee. Want dat is boogschieten. Boogschieten is elke keer hetzelfde doen. Iedere keer dezelfde beweging. Iedere keer dezelfde beweging. Om even af te ronden, qua wedstrijden, hoe ziet dat eruit? Betekent dat op veld schieten binnen? Kun je daaruit... Ja, je hebt indoor wedstrijden, dus binnen. Dan schiet je op 18 meter. Dan heb je vaak 40 centimeter, 60 centimeter voor berbo of compound schieten op een Dutch target. Daar zijn dan 3 spots boven elkaar, 20 centimeter. Buiten heb je 70 meter de Olympische afstand. Dan schiet je op een 120 blazoen, dus 120 centimeter. Je hebt veld, dan ga je de bossen in, dus dan allerlei afstanden. Dus dan moet je ook afstanden schatten. Dus dan afstand schatten, vizier verzetten, schieten. En dat doe je buiten op een toelschijf of op een foam dier. Dus dan heb je buiten heb je de 3D-wedstrijden. Dus dan krijg je gewoon een kunststof dier, dat staat ergens in het bossen. Ja, een hoop variatie dus. Ja, voor ieder geval. Wat is de eerste wedstrijd die de file aankomt? Of voor de vereniging? Voor de vereniging zijn we nu bezig met de indoorcompetitie, dus de 18 meter. En het buitenseizoen begint op een eind te lopen, dus er zijn nog wel wat veldwedstrijden. En wat de NK3D, die komt er nog aan. En dan is het buitenseizoen ook een beetje afgelopen. En dan gaan we binnen verder en dan op naar volgend jaar. Kijk eens aan. Ik wens jullie bijna nog veel succes daarmee. En Jan, nog vele jaren, 60 jaar. Klopt. Als ik dat zo hoor van jouw zoon, als je het eenmaal kan, dan kunnen daar nog vele jaren bij komen. Ja, maar het is ook een gezellig clubje om naartoe te gaan. Dan ben je weer even bezig, hè? Daarom. En dan moet dat helemaal goed komen. Kijk eens aan. Ja, dit was maar weer de uitzending van Rondom Sport. Ik wil mijn gasten bedanken voor hun verhalen. En volgende maand weer nieuwe sporten en weer nieuwe gasten. Tot dan.